Er is een goed gesprek geweest tussen het clusterteam van ministers en het ontevreden personeel van het diaconessen en Sint-Vincentius ziekenhuis. Dit zei minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, vandaag voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. Gisteren zijn de bonden van beide ziekeninstellingen om rekenschap gaan vragen bij de Nationale Assemblée. Ze willen namelijk ook een aanmerking voor de 17% loonsverhoging die de ambtenaren hebben ontvangen. Het clusterteam heeft de zaak toen opgepakt en een vergadering met de partijen belegd. Ramdien zegt dat er schot in de zaak moet komen. Ik heb gisteren nadat de bond in actie was voor de DNA-gebouw, heb ik op instructie van de president contact gehad met de heer Narendorp. We hebben meteen een afspraak gemaakt. Het was ook zo dat we eerder een gesprek hadden gehad, een maand zo geleden, ook op het ministerie. We hebben het afspraken gemaakt dat er een commissie is gevormd tussen vertegenwoordigers van de bond en vertegenwoordigers van de regering, met name Financiën en Volksgezondheid, om goed te calculeren hoeveel vorderingen de ziekenhuizen hebben op de staat. En dat werk is niet afgerond. Ik betreur dat, want eigenlijk duurt het veel te lang. Dat had eerder moeten gebeuren. Ik heb dat ook medegedeeld aan de bond. De issue is dat wij eigenlijk geen gesprekspartner zijn voor de bond. Laten we dat duidelijk zijn. De gesprekspartner voor de bond, omdat het om particuliere ziekenhuizen gaat, is de directie van de ziekenhuizen. Ramdien zegt verder dat de bonden door het team zijn ontvangen vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gezondheidszorg. Er is echter ook duidelijk gemaakt aan de bonden dat ze bij de directies van de ziekenhuizen terecht moeten. De afspraak was met de Nationale Ziekenhuisraad dat die 17% tegemoetkoming aan hun werknemers via die 34% stijging zouden gaan. Eerder waren de lichtdagtarieven met 112% verhoogd. Dus er is over de afgelopen anderhalf jaar vanaf 2020 een bedrag van 5, dichtbij 600 naar bijna 1900 verhoogd, lichtdagtarieven. Mogelijk dat het nog steeds niet goed genoeg is op basis van de bedrijfseconomische voering, dat kan best. Maar dat is de realiteit, die 17% moet komen van de directies. Albert Ramdien, hij zegt dat er is afgesproken dat indien de twee ziekenhuizen vorderingen hebben op de staat, er gekeken zal worden hoe de betaling sneller moet geschieden. Uit deze betalingen moet de 17% loonsverhoging geput worden voor het personeel. De redactie verneemt dat de ziekenhuizen nog in actie zijn. Het diaconessenhuis maakt bekend dat de klinische, polyklinische en de paramedische dienstverlening niet gegarandeerd is. Citogevallen, zwangere en oncologische patiënten worden op afspraak behandeld.